Gemeente Wijchen niet blij met de plannen van de NS. Gaat de horeca op het Joris Ivensplein ooit nog open? En sluiting Ringstraat in Nijmegen verder uitgebreid. Dit is het RN7 Regio Nieuws van vrijdag 28 oktober. De Nederlandse spoorwegen hebben laten weten vanaf 7 november verschillende treindiensten af te slanken. Hieronder valt onder meer het traject tussen Nijmegen en Den Bosch. Daar zijn de verschillende gemeenten niet zo blij mee, vooral Wijchen. Zij hebben juist de ambitie om het dorp flink te laten groeien in de komende jaren. Maar dit besluit werkt daar juist op tegen. Ja, dit besluit maken wij niet zomaar, ook niet lichtzinnig. Hè. Dat vinden we zelf ook, nemen we ook liever niet. Maar we hebben te maken met een best wel personeelstekort op onze treinen, waardoor we nu zien dat er incidenteel meerdere treinen uitvallen. Dat reizigers niet weten waar ze aan toe zijn en dat de werkdruk op onze collega's gewoon heel groot is. Nou, om ervoor te zorgen dat die werkdruk minder wordt en dat reizigers weten waar ze aan toe zijn, hebben wij moeten besluiten om minder treinen te gaan rijden. Ja, Wijchen heeft de ambitie uitgesproken om door te willen groeien naar 45.000 tot 50.000 inwoners. Waarbij we de mensen toch gebruik willen laten maken van fiets, wandelen, maar ook zeker van het openbaar vervoer. En daar is de trein een belangrijke speler in. Ja, ik snap dat er NS keuzes moet maken, maar of dit dan de juiste is, daar twijfel ik aan. We hopen natuurlijk dat zo snel mogelijk alles weer naar het oude is. Alleen ja, dat kunnen we, dat is kijken in een glazen bol, zeg maar, in de toekomst. En voor nu hebben we deze beslissing moeten nemen om vanaf 7 november, dus in de avonduren, dat is vanaf 8 uur, en in de weekenden 1 trein per uur te rijden in plaats van 2. Ja, is niet zo'n heel goed idee voor de gemeente Wijchen. De gemeenten gaan nog in gesprek met de NS over dit besluit. Ja, wij zijn constant met de gemeentes in gesprek en we begrijpen dat ze hier niet blij mee zijn. Het is een beslissing die wij zelf ook liever niet willen nemen. Maar we zien ons niet anders dan genoodzaakt om die werkdruk te verlagen, om die betrouwbaarheid te vergroten voor de reiziger, om de dienstregeling aan te passen. De gemeente Wijchen heeft voor de groei van het dorp nog grootse plannen, maar heeft daarbij wel de hulp nodig van de NS. We hebben de vraag om Intercity's te laten stoppen in Wijchen, die leeft al langer. Maar daar hebben we nog steeds nul op ons request gekregen bij de NS. Wellicht dat enig soelaas zal kunnen bieden. Ja, dat speelt er ligt een plan Wijchen West. En daar zou een tweede station een optie kunnen zijn, maar bij de ontwikkeling van daarna pas. Dus we gaan eerst Wijchen West bouwen en daarna wordt gekeken de optie om een tweede station in die omgeving te realiseren. De snackbar en het café aan het Joris Ivensplein in Nijmegen blijven voorlopig gesloten. Eerder deze maand moesten deze horeca sluiten omdat zij hun vergunningen niet op tijd rond hadden. De voorzieningsrechter heeft een verzoek om een tijdelijke voorziening te treffen afgewezen. Ook als alsnog een volledige vergunningaanvraag wordt ingediend, is het niet zeker dat de ondernemers die ook daadwerkelijk krijgen. De burgemeester heeft de rechter laten weten dat er redenen zijn om deze te weigeren, zoals de APV, alcoholwet en de wijze van eerdere bedrijfsvoering. De gemeente Nijmegen startte begin september met een proefafsluiting van de Tweede Walstraat en de Van Welderenstraat in de avonduren om overlast tegen te gaan. Omdat hierdoor de verkeersdrukte in de Eerste Walstraat toenam, is nu besloten deze straat 's avonds ook dicht te gooien. De sluitingstijden zullen wel anders worden. In plaats van 6 uur 's avonds start de afsluiting vanaf komende maandag om 9 uur 's avonds. De eindtijd verandert ook. Deze gaat van 2 uur 's nachts naar 6 uur in de ochtend. De proef loopt tot en met 15 januari. En tot slot iets om niet te vergeten. Dit weekend eindigt de zomertijd. In de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok om 3 uur een uurtje terug naar 2 uur. We kunnen dus een uurtje extra slapen. Verder betekent dit dat het aan het einde van de middag eerder donker is en 's ochtends voorlopig wat eerder licht. En dan sport, want NEC voetbalt zondag in Eindhoven tegen PSV. De ploeg won donderdag, knap in de Europa League van Arsenal. En dan weet je als NEC dat je een lastige wedstrijd gaat krijgen. Ja, zeker. Aan de andere kant verloor ze het weekend daarvoor met 4-2 bij Groningen.
En in fase van wedstrijden is het goed en in fase van wedstrijden is het ook wel eens minder. En wij moeten proberen dat laatste voor elkaar te krijgen. En, kijk, dit is een wedstrijd waarin je niet de favoriet bent, zover is duidelijk. Alleen, we willen daar wel wat laten zien. Ja, PSV, het is natuurlijk geen pretje in die zin. Dus, maar goed, we hebben er alle vertrouwen in en we hebben goed getraind. Dus we hebben veel vertrouwen richting die wedstrijd. Ja, heb je gisteren gekeken? Ja. Geschokt ook? Nee, zeker niet. Ik weet wat ze kunnen. En dan zie je toch wel wat Luc de Jong meebrengt als hij fit is. Dus ik hoop dat ik hem tot rust kan krijgen. Ja, je kent hem, hè? Ja, ik ken hem wat langer. Ja, het was vandaag een bijzondere dag toch wel. Eind oktober en we hebben gewoon zomerse temperaturen. En deze foto laat het eigenlijk mooi zien. Een combinatie van herfst, de herfstblaadjes en eigenlijk alweer voorjaar. Want ja, de bloemetjes komen ook alweer naar boven. En er is een record gesneuveld. Want in de beeld werd er een temperatuur van 19,8 graden gemeten. Daarmee is het oude record van 2005 gesneuveld, want toen was het 19,5 graden. Ja, morgen verandert er eigenlijk weinig. Ook weer een prachtige herfstdag met aangename temperaturen. Alhoewel kan in de ochtend in het noorden wat meer bewolking zijn en nog een spatje regen vallen. Voor de rest zon en wat wolken en de temperatuur op het Waddengebied 17 graden en in het zuiden opnieuw weer zo'n 25 graden. In onze regio wordt de zaterdag ook weer een prima nazomerdag. We houden het droog en de zon is volop aanwezig. Ja, en die temperatuur die valt ook hier weer op, hè? 23 graden. Kortom, lekker genieten. De dagen erna loopt de temperatuur langzamerhand iets terug. Het blijft wel droog. Pas dinsdag is er weer kans op een spatje regen. Temperaturen worden zo'n 20, 19, 17 graden. Kortom, minder warm dan vandaag, maar nog steeds niks te klagen. Ja, tot zover het RN7 regio nieuws van vandaag. Nu op RN7 zie je dus weer een nieuwe NEC-update. Verder zijn wij er morgenavond weer met het RN7 regio nieuws weekoverzicht. En vind je het laatste nieuws altijd op onze website terug, rn7.nl. Een fijn weekend.